Goedendag en welkom bij deze online dienst van de Emma Kerk. Mag dit tot opbouw van je geloof zijn en mag je God hierdoor beter leren kennen en dienen. Bontà bosso, bo situation. A conocí, va medio de oración y pida porta duro por parse con otinso lo yo, pero Señor a ordena más con persona pa cargabo en oración tan tengo taba. Delante de su trono está conocido, va medio de oración y pida porta duro por parse con otinso.
Something botaba. Laten we nu samen bidden. Vader in de hemel, dank je wel dat u onze Vader bent. Dank je wel dat we hier kunnen zijn en dat u ons roept om achter uw Zoon aan te lopen en te worden als Hij. Dat is soms heel moeilijk, Vader. En het vraagt van ons volharding en doorzettingsvermogen. Bidden u dat u ons zal versterken en dragen. Want we kunnen dit niet zonder u. Zegen ons en vul ons met uw geest. En help ons om door uw woord goed gevoed te worden. In Jezus' naam. Amen. Yeah.
Goedemorgen gemeente, ik lees uit de Bijbel, Matteüs hoofdstuk 10, vers 24 tot en met 31. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beelzeboel genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets, maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Dit was de schriftlezing voor vandaag. God van trouw, u verandert nooit. Hey!
Ik heb een kennis die een sportschool heeft. En hij vertelde me dat hij wat extra toerusting in een schuurinstalling heeft. En ik vroeg hem waarom. En zei hij, nou dat is voor januari. Want begin januari dan zorgt hij dat er genoeg toerusting in zijn sportschool is. Zodat de mensen in het begin van januari, wanneer ze echt met velen komen, dat ze dan kunnen trainen. Maar zo na de tweede week in januari mag hij dat maar weer terugzetten in stalling. Want dan zijn al die nieuwjaarsvoornemens weer mislukt. Nou, dat is heel jammer als je even begint en dan stopt. Maar helaas is dat ook zo vaak in het geloof. Mensen beginnen vol passie en vuur God te dienen, of ze maken opnieuw een voornemen om God te gaan dienen en alles voor hem te doen. Maar dan komt er wat verdriet of wat tegenslagen of zorgen of gewoon de drukte van het leven. En dan vergeet je daar weer van. Het begint misschien met een prachtig leesplan van de Bijbel. En na een poosje vergeet je dat. Door de beproevingen, door de testen, door de moeite en verdriet, door rijkdom, door drukte. Al die dingen kunnen geloof verstikken. Dus de uitdaging voor een discipel is om door te zetten. Om door te gaan. Om te volharden. Want in dit gedeelte lezen we dat het goed is voor een gelovige, voor een discipel of leerling van Jezus, om te worden zoals hij is. Vers 25. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester en de slaaf als zijn heer. Een heel belangrijke vers. Dat is ons genoegen. Daar zijn we mee tevreden. Als we even kunnen lijken op Jezus. Als we kunnen doen zoals hij deed. Als we kunnen praten zoals hij sprak. Als we kunnen luisteren zoals hij luisterde. Als we zijn zoals Jezus. Wat wil je meer in het leven? Dus dat is de uitdaging voor een discipel, voor een leerling van Jezus. Word zoals hij is. En dat vraagt toewijding, dat vraagt commitment. Dat vraagt dat je dat zal blijven doen. Een heel jaar lang, je hele leven lang. Dat is de uitdaging.
Daar hebben we soms zoveel moeite mee. Ik in ieder geval. Om door te zetten, dag na dag, ook als het moeilijk is, ook als het zwaar is. Om dan toch nog door te zetten en God te blijven dienen met dezelfde passie en vuur als in het begin. Nou, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Jezus laat ons hier de weg zien door 3 keer te zeggen in dit gedeelte, wees niet bang. En die 3 keer, dat zijn heel belangrijke momenten. Nou, als je goed kijkt, dan staat het er 4 keer, maar de 2e en 3e keer is eigenlijk een tegenstelling. Wees niet bang voor die, maar wees bang voor die. Dus dat geldt eigenlijk als 1. Dus 3 keren dat er hier gezegd wordt, wees niet bang voor iets of iemand, want dan ga je het niet kunnen volhouden. Dus volharding, discipel zijn, dat is niet voor een vatje. Dat vraagt dapperheid en volharding en doorzettingsvermogen. Trouw en loyaliteit en motivatie. Toewijding. Commitment. Dat is wat het vraagt. Nou, hoe krijgen we dat voor elkaar? Laten we even gaan kijken naar die 3. Wees niet bangen. Eerst is, wees niet bang voor wat mensen zeggen. Of zouden kunnen zeggen. Hoe vaak heb ik niet al in mijn eigen leven gemerkt dat ik bang ben om iets te zeggen, want straks vinden mensen dat niet prettig om te horen. Straks trap ik op lange tenen. Ja, en dan hou ik mijn mond. En dan voel ik me later zo slecht daarover. Want ik had moeten praten. Ik had moeten vertellen wat de gevolgen ook maar zijn. Dus wees niet bang voor wat mensen zeggen. God zal het laatste woord hebben. Wees liever bang of heb liever respect voor wat God zal zeggen. Vers 26. Wees niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. God zal het bekendmaken. God zal oordelen. God zal bepalen wat ik heb gezegd en gedaan of dat goed is. Dus wat mensen vinden, dat is echt niet zo intens belangrijk. Want wat mensen zeggen heeft geen invloed op mijn eeuwigheid. Alleen wat God zegt heeft daar een invloed op. En daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat mensen zeggen. Want ja, wat God zegt is zoveel belangrijker. Dat wat mensen zeggen eigenlijk in het niet verdwijnt. Dat is moeilijk. Want ja, we zijn zo gewend om te luisteren naar wat mensen zeggen, wat de media zegt, wat de maatschappij zegt. En als de maatschappij zegt, je bent stom om te blijven geloven, want kijk wat er gebeurt in de wereld, dan ben je eigenlijk een beetje bang om te zeggen, nou, ik geloof toch nog. Nou, laten we dapper zijn en sterk zijn en zeggen, ik geloof wat er ook gebeurt. Ik blijf geloven, want God heeft het laatste woord. Mensen zeggen volstrekt onbelangrijk. De 2e wees niet bang is voor wat mensen kunnen doen. Vers 28. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Dat is een Hebreeuwse woord voor hel of dodenrijk. Wees liever bang voor God. Nou, bang hier wordt in 2 betekenissen gebruikt. De eerste is echt angst hebben of bang zijn. Wees niet bang voor wat mensen je aan kunnen doen. Wees niet bang voor wat de gevolgen zijn van je daden. Nee, maar wees bang of heb eerbied en ontzag. Zoveel heilig ontzag voor God die alles kan, dat wat mensen doen niet meer zo interessant is. Weet je, er zijn mensen die vervolgd worden omdat ze geloven in Jezus. Die worden zelfs gedood. Hebben we afgelopen week weer gehoord in het nieuws. Maar die doen dat graag, als het ware. Die doen dat zonder vrees, want ze zeggen, wat mensen mij kunnen doen, ja, dat is maar tijdelijk. Zware tijden zijn maar tijdelijk. Sterke mensen houden eeuwig stand. Krachtige mensen. Dat is wat ze willen zijn. En dat is waarvoor ze leven en waarvoor ze gaan. Met volle overgave en toewijding. Zoveel respect en eerbied hebben ze voor God. Dat ze niet meer bang zijn voor wat mensen kunnen doen aan hun lichaam.
Dat is bijzonder. Zoveel respect voor God. Ik hoorde ooit bij een fietser, een wielrenner. Hij zei, pijn duurt maar even. Opgeven is voor eeuwig. Dat vond ik een heel mooie zienswijze van een wedstrijd. Pijn duurt maar even. Opgeven is voor eeuwig. En in aspect van geloof is dat echt zo. Pijn is maar even. Opgeven is eeuwig. Doe dat niet. Ga door. Zet door. Maakt niet uit wat er gebeurt. Wat de gevolgen zijn. En waar je uiteindelijk terechtkomt. Overgave. Toewijding. Volharding. Dat is wat een discipel nodig heeft. En daarom is het niet voor watjes. Nou, de derde bang is bang voor je eigen leven en veiligheid. Vers 31 zegt, wees dus niet bang, want jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Zelfs bij jullie is je haar op je hoofd geteld, zegt Jezus. God zorgt voor je, God is dicht bij je. En de mussen in die tijd, die werden soms gebraden en dan langs de weg verkocht voor een cent. Twee voor een cent, heel goedkoop. Dat was zeg maar voor voedsel onderweg. Dat was een soort snack, zoals je dat hier krijgt. Dus je gaat even langs de snack en je koopt daar twee mussen voor een cent. En dan heb je iets om aan te kauwen onderweg verder naar je bestemming. Nou, zegt Jezus, weet je, God kent zelfs die musjes. God weet zelfs wat er gebeurt met die snack die je koopt. En jullie zijn toch veel meer waard dan dat. Bij jullie is zelfs ieder haar op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Je bent kostbaar en speciaal voor God. Je hebt een relatie met hem. Hij houdt van je, hij kent je, hij weet alles van je. En hij zal zorgen, hij zal dragen. Geef dus niet op, want God is bij je. Wees niet bang. Wees niet bang voor wat mensen zeggen. Wees niet bang voor wat er kan gebeuren. En wees niet bang voor je eigen leven en veiligheid. Want God is er en hij is de moeite waard om volledig je aan toe te wijden. Dat is de uitdaging van een discipel. En laat het nou niet met jou zo zijn zoals met die sporters die de eerste 2 weken van januari naar een sportschool gaan. En daarna nooit weer. Nee. Wees als een echte, dappere, krachtige discipel. Die zonder opgeven God dient en volgt. Die jezelf helemaal aan hem geeft. Die jezelf helemaal aan hem opoffert en toewijdt. Dat is de moeite waard. Want dan ontvang je het levens kroon als beloning. Mag de Heilige Geest zo krachtig in je werken en blijven werken, dat je dat hele jaar, je hele leven lang zal blijven doen. Want dat is het voorbeeld dat Jezus ons gaf. Hij gaf niet op. Hij stierf aan het kruis voor jou. Maar mogen wij ook zijn leeuwenkracht hebben en uitstralen. Amen.
Laten we nu samen danken. Vader in de hemel, we danken u dat we zo'n grote opdracht hebben. We bidden u dat u ons de doorzettingsvermogen zal geven, de volharding, toewijding en commitment aan u, zodat we echt zullen doorzetten. Dat we niet na een paar weken of na een paar zorgen of een paar tegenslagen of trauma's of ziekte of zelfs de dood van een geliefde, dat we toch niet zullen opgeven. Want we weten dat u het laatste woord heeft en dat u het voor het zeggen hebt. En dat u alles kan en dat pijn maar eeuwen is. Maar opgeven, dat heeft eeuwige consequenties. Help ons om door te zetten. En help ons om uw leerlingen, uw discipelen te blijven met volle toewijding en overgave. Vader, u kent ieder van ons. U kent iedereen die u wil volgen en hiernaar luistert. Wil u iedereen van ons zegenen en helpen, Vader. Geef ons uw kracht en uw nabijheid. Dit bidden we, want we hebben u zo nodig hierin. In Jezus' naam. Amen. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist yet. It's gonna ever, ever exist for you. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist for you. It's gonna ever, ever you have done, I just need to align, no, because you are not a man that changes your mind, oh, those that know you will trust in you, not in horses and chariots, by the arm of flesh, no man can prevail, no man, no man, no man, no man, my confidence is you, what is hard for you, it's gonna never exist. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do, to do? It can never ever exist, oh. Those I know you will trust in you, not in horses and chariots, but an arm of flesh. Nothing hard for you, 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 you. Ask Mama Hanna, oh, blind Bartimaeus, make it go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never. Laten we de zegen van God ons eigen maken. De Heere zegen jou en hij beschermt jou. De Heere redt jou en hij is je genadig. De Heere hoort jou
en geeft aan jou zijn vrede. Amen. Met deze woorden wensen we elkaar een gezegende dag, een gezegende week toe. Ga met God en sta in zijn kracht. Ga met God en...